mogen we even voorstellen. BTG, Biomass Technology Group, gespecialiseerd in bio-energie. Met ruim 35 personen is BTG al meer dan 20 jaar actief op het gebied van energie en brandstoffen uit biomassa. Inmiddels heeft BTG ruim 1500 opdrachten uitgevoerd in meer dan 80 verschillende landen over de hele wereld. BTG helpt Nederlandse, maar ook internationale klanten bij het duurzaam toepassen van biomassa als bron van energie. U kunt hierbij denken aan het gebruik van biomassa voor de productie van elektriciteit, warmte- of koude toepassingen, transportbrandstoffen en andere producten die een oorsprong vinden uit biomassa. BTG onderscheidt zich van andere marktpartijen door haar innovatiekracht, marktbenadering en integrale aanpak. Deze unieke combinatie van advies- en onderzoeksactiviteiten maakt dat BTG bij uitstek de organisatie is die kansrijk technologieën versneld in de markt kan zetten. De consultancygroep geeft adviezen aan overheden en bedrijven, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van biomassa of de haalbaarheid van een bio-energieconcept. De uitvoering van duurzaamheidsstudies, de beoordeling van nieuwe technologieën of toepassingen, maar ook de ondersteuning van klanten in implementatietrajecten zijn sterke punten van BTG Consultancy. De onderzoeks- en technologieontwikkelingsgroep voert op contractbasis onderzoek uit, maar ontwikkelt ook in eigen beheer innovatieve bio-energietechnologieën. U kunt hierbij denken aan pyrolyse, torrefactie en superkritieke vergassing. Sinds de oprichting van BTG zijn er verschillende dochterondernemingen en spin-off bedrijven opgericht. Bijvoorbeeld BTG BTL. Die houdt zich bezig met het vermarkten van de pyrolyse technologie. In Hengelo wordt begonnen met de bouw van Europa's eerste commerciële installatie. Wilt u weten wat BTG nog allemaal meer doet? Kijk dan eens op www.btgworld.com.